Hallo iedereen, welkom in de video. Ik had wat technische problemen, maar ik dacht, dat lost het gewoon op een andere manier op en doe ik de reading op deze manier. Dus deze video is voor tweelingvlammen die in scheiding zijn en waar dat er communicatie is. Communicatie, zoals je weet, hoeft niet consistent te zijn. Dus dat hoeft niet te zijn dat je elke dag elkaar hoort of elke week of wat dan ook. Er is gewoon een zekere mate van communicatie, van contact. Nu, als je het gevoel hebt dat je dat deze niet moet kijken, dan is dat ook omdat er ergens een boodschap in deze video zit. Of wat die nu voor jou is, of iets over jouw partner. Het maakt niet uit. Je zal zelf wel voelen en ervaren wat dat eigenlijk is dat je nu mag weten op dit moment. Oké, wat moeten we weten over de connectie? Ik zie al twee kaarten oploppen. Dat is Transition. Waar nog? Master of Flames. En wat zien we dat er nog komt? Hopla, daar gaat het. Seven of Challenges. Zeven van bekers. Ik ga ze uitleggen. Ja, ik ben gewoon om ze te draaien, maar eigenlijk mag dat niet uit, want jullie kunnen het niet zien. Maar ik ga ze dus uitleggen. En wat krijgen we aan de onderkant? De Adept of Flames. Ondersteboven. Met daaronder de Three of Crystals. De karma-kaart en Divine Justice. Dus wat ik heel hard voel, oh, en de Two of Flames. Maar omgekeerd, waarom natuurlijk? Omdat je nog niet in eenheid bent met jouw partner. En je overdenkt het te veel. Dus het is belangrijk om daar los van te komen. Om daar te leren mee om te gaan. En om een transitie te maken, ik voel dat ik ze mag gewoon in de volgorde bespreken zoals we het gehoord hebben. Om een transitie te maken, want hier aan de onderkant hebben we de Adept of Flames. Dus je bent aan het leren om je eigen passie, je eigen vlam, je eigen vuur eigenlijk te gaan voeden. En om daaruit eigenlijk jouw, zoals je ziet, eigenlijk jouw eigen winkel, dus je eigen welvaart, je eigen fysieke wereld, je eigen stabiliteit te gaan creëren. En dat is één van de lessen dat je te leren hebt. Om dus eigenlijk je eigen wereld te gaan creëren, los van je tweelingvlam. En je eigen stabiliteit, je eigen onafhankelijkheid, je eigen eenheid in jezelf te gaan creëren. En dus dat vraagt van jou om eigenlijk los te komen van de oude versie van jezelf. Om alles wat je ooit geleerd hebt, alle conditionering los te laten. En die overgang te maken naar wie dat je eigenlijk bedoeld bent. Dus eigenlijk naar jouw kern. Je ziet hier een bol energie. Dus eigenlijk terugkeer naar je blauwdruk als energie. En hoe doe je dat? Door jouw flame, door jouw eigen vlam. Hè? Dus dat is hier de leraar, dat is de meester. Dat is hetgeen waar je mee bezig bent, waar je nu in zit. Om uiteindelijk tot die meester van je eigen vuur, van je eigen passie te komen. Maar je bent er nog niet. Wat vraagt het van jou om eigenlijk te luisteren naar je emoties. Te kijken, wat is nu eigenlijk echt dat jou die diepe vervulling brengt? Wat zijn de dingen die je leuk vindt om te doen? Waar haal je energie uit? Wat voedt jouw ziel? Wat voedt jouw energie? Dus dat is wat dat nu belangrijk is in jouw connectie. Wat er nu speelt. En dan gaan we eens extra kaarten bijleggen. Let's see. Oké. Maar dan hebben we de vier van wanten, de three of cups, five of swords, de zweef van zwaarden, de acht van zwaarden, maar omgekeerd. Nog één voor de eerste rij. Voilà. Oeh, er liggen de twee ondersteboven. Oké. Okay. Zijn er nog? En dan de tweede rij. Dan ga ik zien voor wat wie is. Of dat er een afsplitsing is tussen mannelijke en vrouwelijke energie of niet. Wat ik dus in het begin niet gevoeld had met die eerste kaarten. Dus dat wil zeggen dat de boodschap zowel voor de mannelijke als de vrouwelijke energie is. Dus dat jullie eigenlijk op dat moment allebei met hetzelfde bezig zijn. Jullie eigen passie terugvinden. Je eigen eigenheid terug te vinden. Je eigen authentieke energie te leren omarmen en te ontdekken. En te gaan leren en te weten van ja, wat is dat eigenlijk? Wat betekent het om een leven vorm te geven vanuit mijn eigen energie, zonder de conditioneringen van een ander? Wat hebben we hier? De Queen of Cups, dus de koningin van emoties, ligt eronder met de wereldkaart. Aan de andere kant is de Two of Cups, maar omgekeerd. Ook weer hetzelfde, dus wel, net zoals dat we daar gezien hebben. Ligt omgekeerd, waarom?
omdat je nog niet in eenheid bent in jezelf, maar dus ook nog niet in de connectie. Dus er zijn nog een aantal dingen te doen in jezelf om nog meer in die eenheid te komen. Dus om nog meer zowel je eigen mannelijke en je eigen vrouwelijke energie te gaan healen en te gaan verder je leven te gaan vormgeven, je eigen onafhankelijkheid, je stabiliteit te gaan vormgeven vanuit die balans, vanuit die synergie is eigenlijk het woord dat ik hoorde. En dus wat kregen we? De Five of Wands. De Three of Cups, dan de Five of Swords, de Eight of Swords omgekeerd. En dan de Ten of Pentacles met de Two of Pentacles, maar ook omgekeerd. Dat is voor de mannelijke energie, hoor ik. En dan de vrouwelijke energie gaan we straks doen. Dus wat zien we? Of wat voel ik, of wat hoor ik? De mannelijke energie in deze connectie is op dit moment voelt zich eigenlijk volledig opgeput, opgebrand. Wel een burn-out of bore-out gaande toe. Sommigen misschien zouden het zelfs verwoorden als depressie. Waarom? Omdat ze eigenlijk het gevoel hebben dat ze vastzitten. Ze weten niet, dus ze willen die tien of pentacles. Ze willen eigenlijk alles wat ze voelen dat mogelijk is. Alles wat ze diep van binnen hun ziel mee resoneert. Hè. Vervulling op je werk. Welvaart, veel geld op je rekening, gaan reizen, alles wat dat is wat je ziel verlangt en dat je heel graag zou willen doen, dat willen ze. Maar ze hebben het gevoel dat ze moeten gaan kiezen. En ze weten niet wat dat ze moeten kiezen. Dus ze zitten nog vast eigenlijk in die duale wereld. Van het is dit of dat. Ze zien nog niet van ik kan dat en dat. Ik kan beiden hebben. Dus daar zitten ze eigenlijk nog in vast. En houdt de mentale hen gewoon ook vast. Houdt de mentale ook vast. En dat maakt dat ze eigenlijk ook niet in staat zijn om die verbinding met jou te maken. Dus je hebt eigenlijk drie of cups. Zodat ik hier niet voel als zijnde een andere persoon in de connectie. Dat kan wel zijn. Maar ik voel het hier niet. Omdat, waarom? Omdat wanneer het gaat over de mannelijke energie, dat zij eigenlijk voornamelijk wel die eenheid willen met de vrouwelijke energie. Even wachten, want er passeert een